Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Wij zijn al een 20 minuten met de auto onderweg geweest. En we gaan nu een kleine bergwandeling maken naar, als het goed is, grotten hier in de buurt. Het licht is helemaal weg. Het gaat vast een leuke dag worden. We zijn net aardig wat trap opgelopen. Het kan zijn dat we nog een klein stukje klimmen. Maar we hadden net gelezen dat het hoogste punt van dit pad 500 meter is. 523 zelfs. Dus dat is best een eindje klimmen. Maar het uitzicht is hier wel super mooi. Nou, behoorlijk wat klimmen en dalen zijn we eindelijk bij de grot. Hij is echt gigantisch. Maar het was zeker de moeite waard. We hebben nog een hele hoge klim en nog een hele steile afdaling gehad. Maar het is zeker de moeite. We komen er alleen wel achter dat wij er niet op gekleed zijn in vergelijking met alle mensen die we hier tegenkomen. Iedereen heeft zich voorbereid op een zware klim. En
Nou ja, wij dachten eigenlijk dat je er zo bij kon. Maar wat moeite doen is ook niet verkeerd. We zijn bijna bij de auto, die staat hier links van ons. En hier even een mooi plekje om tot rust te komen. Dan gaan we even wat lunchen. En een ander plekje zoeken om te bekijken. We zijn onderweg naar een van de hoogste watervallen van Oostenrijk, meer dan 300 meter. Het is hier best toeristisch, het is redelijk druk. Maar we proberen alle afstand te houden. En als we dat allemaal doen, moet het goed komen, toch? Er komt ook een hele bult water vanaf. Wordt ook helemaal nat genegeld. Zo. Super warm buiten. We zijn op dit moment een bergpas gaan rijden, dus lekker in de airco van de auto. En zo net konden jullie nog een beeld zien van de waterval van bovenaf waar we net geweest zijn. En pas dan zie je ook hoe hoog die ook echt is.
Nou, we hebben een hele leuke camping gevonden midden in een dal. En ze hadden een leuk advies voor een lekker restaurant. Dus we hebben lekker traditioneel Oostenrijks gegeten. En we lopen nog even met het hondje. En dan gaan we lekker bij de tent zitten. En dan zeggen we tot de volgende keer.